dat jij kijkt naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag echt een hele leuke video. Ik ben helemaal benieuwd. Ik mocht namelijk van Arara Swim Collection. Arara, ik heb even gevraagd hoe ik het uitspreek. En het is echt Arara. Het is uit het Braziliaans een vogel of zo, vertelden ze me. En toen zeiden ze, best kun je luisteren naar de translate. Dus, dat heb ik gedaan. Gaan we even luisteren. Komt ie, hè? Arara. Arara. Arare. 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 Ik vind het helemaal goed. Goed, Arara Swim is eigenlijk dus een bikini website met echt mega leuke bikinis. En ze vroeg of ik de hele zomercollectie met accessoires wilde ontvangen. Heel eerlijk zeg ik geen nee tegen, want bikinis zijn altijd goed. Ik heb er nog een paar op de koopstapje naar het wardrobe, want die zijn mij te klein. Of pas me gewoon niet. En ik heb een paar nieuwe via Shein besteld. Dat kon je in mijn vorige shoplog zien. En nu heb ik dus... Ja, echt, de helft ligt eruit. Maar goed. Heel veel bikinis. Let op. Dus die gaan we unboxen, aandoen. Dus met try-on. En kijken hoe het staat. Ben jij benieuwd? Doe dan alvast een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan gaan we snel beginnen met de video. Dus, een bikini shoplog. Ik zal hun website even in de beschrijving linken. En mocht ik een kortingscode hebben, dan ga ik nog even achteraan. Dan zet ik dat hier in beeld en in de beschrijving. Dus daar kun je alles terugvinden aan het eind van de video. Tien. Showy. Het zijn 10 bikinis en daarbij allemaal scrunchies. En als het goed is, passen die er een beetje bij of zo, denk ik dan. Dus ik ben benieuwd. We gaan gewoon gelijk beginnen met de eerste bikini. Oeh, dit kleurtje. Oké, het is echt een heel, heel string model. En dat vind ik zelf wel heel erg heftig. Hij rijdt wel heel erg mee, maar hij voelt wel een beetje stroef aan. Maar dat colletjeisje is wel echt mega dik. Echt wel een heel mooi kwaliteitje. Hier zie je trouwens nog wel mooi het label. Tadaa. En dit is het kleurtje. Goed. En het topje wat hierbij hoort is echt super mooi, vind ik. Ik heb deze eigenlijk van Shein ook in het wit. Maar deze voelt iets steviger aan. Kijk hoe leuk dit kleurtje is. Heel schattig, echt babyroze. Dus ik ben benieuwd hoe dit staat. Ik heb beide alles, eigenlijk elke bikini heb ik in de maat S. En ik hoop dat dat past. Ze zeiden ook wel van als het niet past, dan kreeg ik gewoon een maatje groter opgestuurd. Dus dat scheelt wel. En ze hebben dus van die papieren, hoe heet dat, hygiëne strips erop. Maar van papier, dat vind ik eigenlijk wel goed, hè? Dus ja, en er zitten trouwens ook cups in en die kunnen er ook uitgehaald worden. Dus laat het passen, want anders ben ik de hele video fucked. Want dan pas ik helemaal niks. Nee, ik denk persoonlijk dat deze scrunchie erbij hoort. Bij kan. En deze heeft ook flamingo's in het grijs. Dat is wel echt heel erg schattig. Dus deze scrunchie. Ik heb de roze bikini nu aan. Maar ik ga even niet naar beneden. Want het broekje is echt veel te heftig. En zit mij echt wat te strak. Dus ja, ik had echt een M gemoeten. Topje eigenlijk ook. Ik kan de vullingen hier nog wel uithalen. Wat ik trouwens niet wist. En wat ik dus heel erg mooi vind. Is dat hier een ijzeren... Ja, hier zit zo'n ijzerstuk. Dus ja, dat maakt het wel heel stevig. En het kleurtje vind ik dus echt heel erg mooi. Het kleurtje. Dus ja, deze bikini top. Echt top. Volgende bikini. Is precies dezelfde in het rood. Oh, deze vind ik heel mooi. Een rood kleurtje. Als je bruin bent, is rood echt top. Ik hoop zo dat ik het pas. Anders ga ik echt janken. Want dan pas ik gewoon helemaal niks deze video. Maar goed. Het is een gok. En dan hebben we deze... Zelfde bikini broekje, maar die vind ik dus best wel heel erg heftig. Dus ik zou het thuis wel dragen, maar echt naar het strand of zo zou ik dit echt niet aandoen. Maar goed, deze in het rood, dus allebei weer een maatje S. En hopelijk past het. Goed, dan gaan we naar een kleurtje wat ik zelf nooit zo snel zou dragen. Maar omdat ik het denk ik heel kitscherig vind. Dit is namelijk goud. Maar misschien is het ook wel weer heel fancy. Ik weet het niet zo goed. Maar ik zou het zelf nooit zo snel kiezen. Maar ik vind de bikini daarentegen wel heel erg mooi. Kijk, gewoon deze vorm. Deze is weer iets anders. Eigenlijk gewoon een soort band. Met gewoon, ja,
Ik kan het niet echt uitleggen, maar je ziet het wel goed. En hij is dus gewoon goud. Deze heeft ook weer gewoon patches die je eruit kan halen. En dit is dus ook weer een maatje S. Het voelt wel heel fijn aan. Het voelt niet per se heel goedkoop of zo. Het voelt wel echt best wel goed van kwaliteit. En hij heeft niet zo'n band die je kan verstellen. Dus dit is gewoon één band. En daar moet je mee doen. Dus dit is de top. En daarbij hoort dit broekje. En kijk, hier word ik al blij van. Oh, deze ziet er ook wel groter uit dan deze. Dus ik ben een beetje bang voor dat deze allemaal niet gaat passen. Deze ziet er beter uit. Dit is het broekje. En de binnenkant is gewoon zwart. En aan deze kant is die wit. En dit is de achterkant. Dus hij is wel gewoon, zeg maar, perfect. Hij is niet heel je kont aan het bedekken, maar ook niet een string. Dus ik denk dat het er mooi tussenin zit. Dus ja, hier, deze vind ik wel erg leuk. Maar ik weet niet zo goed wat ik van de kleur vind. Ik denk dat het best wel vet kan staan. Dus ik ben benieuwd. Maar de bikini zelf qua model vind ik echt heel erg mooi. Nou, dan heb ik dus de gouden bikini. En ik ga toch van alle bikinis denk ik een maatje groter doen. In ieder geval, dit topje moet echt een maatje groter. Dat is echt heel erg. Het broekje die zit echt top. Dan een bikini die ik zelf echt niet snel zou dragen. Maar de rest allemaal wel. Maar dat komt denk ik door strepen. Ja, ik hou gewoon niet zo van streepjes. En deze bikini heeft streepjes. Even kijken. Dit is het broekje. Ook best wel weer heftig hoog ook eigenlijk. En hij heeft hier zo'n touwtje. En het is dus geel met zwart en witte strepen. Misschien kan het wel heel leuk staan. Maar zelf zou ik hier persoonlijk niet zo snel voor kiezen. Maar het is niet echt een string zoals die allemaal. Dus ik denk dat dit nog best wel mooi is. En dan heeft hij weer zo'n mooi topje. Oeh, hoe zit dit? Oh, dit is wel een leuk topje. Kijk, zo. Ik denk dat dit wel echt een heel mooi topje is. Hij ziet er wel heel groot uit. Maar misschien juist perfect. Misschien dat die anderen net iets te klein zijn, maar dat zien we dan wel. Vullingen kunnen er ook gewoon weer uit. Dus dat vind ik altijd wel weer fijn. Dus ja, dit is de 1, 2, 3, 4. Ja, vierde bikini alweer. Dan heb ik deze bikini. En deze vind ik echt mega fijn zitten. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Hij zit echt totaal niet te strak. En hij heeft dus hier die band. Nou, en dat is het broekje. Maar echt het topje. Heel erg blij mee vooral. Ja, echt een leuk bikini vind ik dit. Hij zit echt top. Echt mega fijn. Dan een witte. En heel toevallig heb ik deze al zelf. Volgens mij. Dit is namelijk gewoon weer, ja, net zoals die rode en roze is dit ook eentje in het wit. Maar goed, die heb ik al. Maar dat maakt niet uit. Ik vind hem echt heel erg mooi namelijk die. Dus ik denk dat ik die roze en rode dan ook wel pas. Want ik heb die ook in de maat S. En dit is ook allemaal maat S. En die zat net aan, zeg maar. Hij zat wel een beetje strak. Maar ik denk dat dat dan wel moet lukken. Maar ik kan altijd de vullingen eruit halen. En ja, dat doe ik dan sowieso. Maar dit is de bikini in het wit. Super mooi. Gewoon dezelfde als die van net. Met weer zo'n broekje. En die zat trouwens best wel mooi bij mij. Dus volgens mij valt het wel mee hoe string het is. Maar ik moet zeggen, hij is niet heel rekbaar. Dus het is best wel heel erg stroef. Dus ja, ik zou dan eerder een M denk ik aanraden. Maar goed, we gaan het zien met passen. Dan komen we bij een zwarte aan. Zo, ik kan er wel weer even tegenaan met de bikinis. Oh ja, dit is gewoon eigenlijk een hele basic zwarte bikini. Is altijd goed, vind ik. Met zo'n driehoek top. En daar zitten ook weer patches in. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee, want dat heb ik eigenlijk nog niet echt. Gewoon zo'n basic. Kijk, hier zit de patch. Die kun je eruit halen. En ja, en hij heeft hier nog van die zilveren rondjes als detail. Dus dit is het topje. Die pas ik denk ik wel. En dan heb ik hier het broekje. Oh, die is wel heel erg leuk. Even kijken. Zo. Ja, die vind ik heel erg leuk. Ik hoop dat ik hem weer pas. Maar wat ik zo leuk vind is dat hij dus aan de voorkant hier van die zilverkleurige rondjes heeft. En hoe? Oh, hij is dus ook niet weer overdreven string. Hij zit gewoon denk ik perfect. Dus dat is de zwarte. Nou, dat is dit eigenlijk denk ik echt mijn favoriet van allemaal. Die met die zilveren rondjes. Zit echt top. Dan komen we bij een lichtblauwe kleur. Even kijken. Oh ja, dit is precies weer zoals de rode, de roze en de witte. In het babyblauw. En dit kleurtje vind ik echt mega mooi. Kijk nou. Dit is het kleurtje. Gewoon weer precies dezelfde vorm. En ja, echt een heel mooi kleurtje vind ik dit. Super schattig. En daarbij dus ook weer hetzelfde broekje als de rest. Maar dit kleurtje vind ik echt prachtig. Dus ik hoop gewoon zo erg dat de S past. Maar kijk nou. Heel leuk.
Ik heb trouwens ook nog scrunchies, maar ik weet niet zo goed waar dit allemaal bij past. Deze past denk ik bij deze. Dit heeft een blauwe met roze bloemetjes, deze scrunchie. Ja goed, en dan hebben we hier nog donkerblauw. Dat past gewoon bij zwart en wit. Ja, en dan nog deze twee. Deze heeft flamingo's in het roze en deze is lichtgroen, eigenlijk mintgroen met blauwe bloemetjes. Dus die past ook wel bij die blauwe of gewoon bij wit en deze kan ook wel gewoon overal. Heel schattig, die scrunchies dus. Goed, dan komen we weer bij een witte. Ik ben heel erg benieuwd. Even kijken. Oh, top. Dit is gewoon net zoals die basic zwarte in het wit. Precies hetzelfde. Vind ik echt een hele mooie bikini. Ook vooral dus weer met dat detail hier. Dus ja, deze witte. Oh, daar ben ik echt wel blij mee. Dat is gewoon altijd goed. En dus weer dat fijne broekje. Die ziet er trouwens heel erg fijn uit. Gewoon echt weer top achterkant. Dat hij niet alles bedekt, maar ook niet, zeg maar. Dat hij gewoon een string hebt. Nee, hij zit denk ik perfect. Dus hier ben ik ook weer mega blij mee. Dan heb ik nog een zwarte. Zo, ik kan er echt wel weer tegenaan. Oh, deze vind ik ook heel erg leuk. Dat is precies dezelfde als die gele met zwart en wit. Maar dan in het zwart dus. Dit is echt super mooi, vind ik. Ja, echt prachtig. Gewoon die bandjes allemaal vind ik het gewoon echt wel afmaken. En aan de achterkant dus ook. En dan heb je hier nog die naar achter gaat. Ja, dat is een beetje moeilijk te laten zien. Maar die kan dan ook nog om je heen. Dus deze in het zwart. En dan dus weer met dit broekje. Let's try it on. En dan komen we alweer aan bij het laatste. Of bij de laatste bikini. En deze is oranje. Dus lekker een felle afsluiter. Even kijken. Oh, top. Ja, dit is net zoals de zwarte en de witte. De basic in het oranje. Echt top. Heel leuk. Dit is ook echt zo mooi als je bruin bent gewoon. En dan weer met dit broekje dus. En zilveren ringetjes weer. Dus ja, dit vind ik echt wel erg leuk. En de kwaliteit voelt echt heel erg mooi aan. Dit is echt van dat badpakstof. En die in het begin, die roze en rode, is echt van dat ja, stof. Echt dat, ja, ik kan dat niet echt beschrijven. Maar een beetje katoen of zo, staat dat hier niet op? I don't know. Maar in ieder geval, dit is niet dat badpakstof, dat gladde. Dit is met zo'n stofje. En dit is heel glad. Goed verhaal. Dat zijn de bikinis. En ik ga ze nu passen, maar dat hebben jullie al kunnen zien. Dus ik hoop dat het past. Dan was dit alweer de shopblog. Check nog even de beschrijving. Als ik een kortingscode kan fixen, dan zou ik die erbij zetten. En mocht je dus interesse hebben in de bikinis, dan kun je op de link klikken in de beschrijving. Want het gaat gewoon rechtstreeks naar de website. Dus, ik kom er weer tegenaan met de bikinis. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze bikini zomershopblog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie tot de volgende video. Bye! Bye!